Wacht maar, ik laat ja, het zien. Oh, daar komt ook iemand aan. Daar komt leger. Eido, dat is leger. Leger? Dat is leger. Blue Black, het is fucking veel waard. Bro, boeien joh, ik kan het gewoon meenemen. Kom, neem mee, neem mee. Nee. Ja? Ja. Mooi man. Ja, zeker weten? Ben je van ons niet zeker? Ja, behouden, ben je van ons niet zeker? Ja, 100%. Ben je klaar voor? Ja. Ja, zeker weten? Ja. Oké, okay, nou gaan we dan maar wel beginnen. Yo, beste kijkers van Zuiverheid, ik ben Niels. En ik ben vandaag samen met... Paulus. En wij gaan vandaag iets heel fans doen, op Mindtopia. Yes. Paulus, wat gaan we doen? We gaan inbreken bij David. En als hij spullen heeft, dan gaan we natuurlijk wat stelen bij David. Want dat is wel zo... Ja, dat is slim. Want ja, waarom zou je anders inbreken bij iemand als je niet gaat stelen? Ja, we hebben begrepen dat hij ergens in huis zit in een miljonairs... In een miljonairsland. Ja. Dat ja. Ligt een huis van David. Staat een huis van David. En dan gaan we even een kijkje nemen. Ja. Ik had begrepen dat dit niet van... Nee, ik had begrepen dat dit niet van... Maar, het is wel vet. Spelen. Ja, of een PvP-lobby of zo, weet ik veel, maar... Kom op. Nou, ja. Weet je waar het is? Ja, ongeveer naar Southeast. Ongeveer... Een beetje, ik weet het een beetje. Laten we gewoon een beetje naartoe lopen. Ik ben echt benieuwd wat David in zijn huis heeft liggen. Want, ik bedoel... Nou, miljonair rood. Nou, het is ook de owner, hè? Dus... Ja, het is de owner, dus ik ga er toch van uit dat hij wel wat setjes heeft. Wat kisten, misschien wat spullen in liggen. Mm-hmm. Ik weet niet, maar... Misschien kunnen we het natuurlijk eens meenemen. Oké, jongens. In ieder geval, we hebben het plot gevonden. Ja, het mag even duren. Ja, het mag even duren. Dit is het plot van David. En ik heb een idee hoe we een beetje op gaan komen. Kijk, je ziet daar nog wel die paraplu-ding. Weet ik veel wat dat is. Kom, wacht maar. Ik laat ja, het zien. Kan... Oh, daar komt ook iemand aan. Daar komt leger. Eido, dat is leger. Leger? Ja, dat is leger. Jeroen. Shit, dat is leger. Is dat leger? Ja. Kom een keer inbreken, komt de leger aan. Lekker man. Ja, begin we doen ook een keer. Goed, ons. Oké, maar wat was je idee? Ik leg het plan uit. Hoe ga ik dit doen? Oh, je hebt geen jump boost. Ik heb geen jump boost. Want je hebt me vermoord. Die leger rijdt daar. Wat? Leger is daar. Shit. Oh shit, leger is daar. Maar hoe gaan we hier ooit naar binnen komen dan? Wacht. Ik ga heel snel. Hallo. Ik heb geen jump boost. Nee, ik ga het proberen. Ah, shit. Ik zit erop. Wacht, ik ga iets anders proberen. Ja, dat is goed. Oké, in ieder geval jongens, we zijn ingebroken bij David. Laten we gewoon een beetje rondkijken. Nou, ingebroken, we zijn nog niet binnen, maar we zijn wel op het terrein. Ja, maar ik weet dat David niet echt altijd zijn deuren open heeft. En dat hij überhaupt geen deuren heeft vaak. Dus ik ja, denk niet maar dat hij... Ja, dat denk ik dus niet. Even kijken, wat gaan we doen? We gaan even zwemmen. Dat is altijd lekker. Allemaal een mooi zwembad. Ik heb gezien natte hoor. Dus wat, hoe noem je, wat voor cijfer geeft zwembad? Jammer dat je hier niet kan zwemmen. Dat is jammer. Minpuntje. Geen flamingo. Dat was een 7, maar ja, die flamingo mis ik wel, hè. Mm-hmm. Ja. Melissa mist hem ook wel. Nou ja, Melissa, als je dit ziet, maak een flamingo hier. Fix een flamingo, ja. Ja, fix een flamingo. Oké, okay, nou. Een bad eend. Ja, bad eend dan ook. Dat zijn 120. Of een hippopotamus, mag ook. Ja, ook. Ik heb een idee. Laten we naar de voorkant gaan. En, ja, wie weet dat we hier misschien binnen kunnen komen. Oké, okay, wacht even. Wat willen we hebben? Want we moeten iets hebben wat geld oplevert. Wacht. Dat sowieso. Hij we heeft moeten niet iets eens... hebben wat geld oplevert. Hij heeft niet eens... Oké. Okay. Hij heeft een serieus... Hij heeft geen deur. Hij heeft ook nog een bel of zo. Kunnen we nog even aanbellen, jongens? Goh, man. Hoezo heeft hij geen deur? Dat is toch... Wat? Oké, okay, wie is... Oh, Fanny Girl. Wat willen? Nou ja, ik denk gewoon dure spullen of zo. Ik weet het ook niet. Ja, dure spullen. Zo, laat DDG. Fanny Girl woont hier, wat? Sinds wanneer woont Fanny Girl hier? Laat DDG, oké. Okay. Hey, kom eens. Hier, een zandkasteel. Die Nava is ook binnen. Hoppatee. Mag ik nou nametag? Waar? Mag ik nametag? Nee, grapje. Oh, geen nametag. Ik dacht ik nametag zou. Hier wil eerst Jaden... Oh, dit is nog leeg en dit is... Nou, babykamer is ook goed gevuld. Kijk wat ik zie. Maar, wie is Victim? Victor? Wie is Victim? Dit is een Bowser als het goed is. Is Victim een Bowser, joh? Ik ga gewoon lekker in de chesten kijken. Ah, nou ja, hier ligt dus niks in deze chesten. Go! Oh, jongens, wat zie ik kisten. Oké, vissen kom. Oké, wie het eerst een vis ziet. Ja, ik zie dus helemaal geen fuck.
maar dat ben ik. Dat was de grap. Oh. Oh. Nou, ik ben eigenlijk wel het meest benieuwd, hè? Naar de kamer van David. De owner van de server moet iets waardevols hebben. Dat kan niet anders. Ja, hij moet iets waardevols hebben. Oké, hoeveel waarde willen we ongeveer uit deze overval hebben? Nou ja, dan gewoon dikke vette 300k of zo. 300k, ja. Nou, die overval natuurlijk in de stream ging natuurlijk helemaal mis. Ja, en dus, we hebben een boete van 100k per persoon. Dus 100k, oh ja, 100k. 100k per persoon. Dat kan ik niet kan betalen. Dat maar goed, maakt niet uit. En ik kan niet beide betalen, ik kan eentje maar betalen. David. Oep, David, oké. Ik zie sowieso al sets. Oké, we gaan niet eerst kijken. Poster. Oh ja, vette poster. Oh, deze. Ja, mooi, mooi poster. Kunnen we niet een badkamer meenemen of zo? Een bad meenemen? Ik wil. Niet meenemen of zo? Geld waard. Sanitair is duur. Ja, het zou best kunnen. Ja, sanitair is duur. Succes met tillen, ik heb geen auto. Kerel. Hé, hey, ligt een chest hier, kom. Ga je chesten? Laten we straks kijken naar setjes. Ja, oké, hier ligt ook niks in trouwens. Maar... Bad en waardevolle spullen, jongens. Waardevolle spullen. Ik ben benieuwd wat voor setjes dit zijn, wat denk jij? Dit is een soort zwart, hè? Ik denk Midnight Eclipse of zo. Ik ga kijken. Ik denk van dit Dura gear, wat jij het ook zo kreeg. Nee, dat is full black. Het is fucking veel waard. Bro, boeien, joh. Ik kan het gewoon meenemen. Kom, neem mee. Natuurlijk, ja, nu we hier toch zijn, wat moeten we anders? Hallo. Keer dan, kom op. Ja, laten we gewoon lekker meenemen. Boy, dit is echt heel veel waard, hè? Hoe is het waard? Ja. Hoe is het nog 50k waard? Per set. 50k per stick. Per stick. Per set. Per set. En we hebben er 5 setjes. Bro, hoezo heeft hij zoveel? Waar heeft hij zoveel full black setjes? Doe ze aan dan. Doe ze aan dan. Ja. Nee, is wel duur daarvan. Nee, dat moeten we niet doen. Dat is duur daarvan. Ah, laat het gewoon doen. Is goed. We doen? Ja, hè? We gaan doen. Ja, gaan we doen. Oké, is goed. Ja, we gaan doen. Hoppatee! Hoe ziek is dit? Ah, het zijn wel een zieke setje. Dat was een screenje gemaakt. Hey. Ik ga natuurlijk hier even een thumbnail te trekken. Oké, even een thumbnailtje getrukt. Die nemen we sowieso mee, 100%, klaar. Ja, zeker. Jammer dan, dat is bingo. Hey. Neem gewoon alle setjes mee? Ja, tuurlijk, hallo. Hallo, wat denk je dan? Ja, daarom. Oh shit man, dat is duur daar vanaf. Oké, nou ja. Boeit niet, we verkopen het toch, maar niet uit. Ja, daarom, maar verkopen het toch, 1 dura. Nou ja, als David het ziet, sorry David, maar het zijn onze setjes nu. Dus ja. Dit zijn zeker onze setjes. Mooie dance moves. Zeker. Kunnen we nog iets anders van waardes meenemen? Is er nog een bovenverdieping? Nee, hè? Nee. Ik had het leuk heel groot, maar... Ja, het is ook jongens, groot. DDG. Maar ik ben een standbeeld. Oh. Lekker. Oh, ja, ik ben een standbeeld. Maar kijk, het huis is niet zo groot als ik verwacht. Ik had het wel groter verwacht, zo het huis. Nee, het land is groot, alleen... hij heeft veel oppervlakte. Heeft hij ook nog een garage of zo? Nee, hè? Jawel, ja. Hey, we zijn hier nog niet geweest. Je zit hier nog spullen. Zo, mooie kachel, mooi. Ja, ik lees, weet je wat dat hinderlijk is? Je wat hinderlijk is? Wat? Dat je de hele tijd hebt welkom in Nieuwpoort, welkom in... Ja, klopt. Oh, je bent hinderlijk. Nou, er zijn geen auto's. Nou, David is echt skeer. Hij is skeer? Maar hij heeft geen auto's? Hij heeft wel heel veel full black sets. Volgens mij vind hij dat gewoon mooi. Oh, ja, vis. Oh, die zit... Jij hebt eerst een vis gezien. Ik heb eerst vis gezien. Wat krijg ik nu? Krijg ik setjes? Hier, dokken. Oké, in ieder geval jongens. We zijn ingebroken bij David. En het is gelukt. We hebben... Best wel veel waarde. Dat is super nice. In ieder geval jongens, dit was de video. Zondag 19.30 een vervolgstream op de overval. Dus wees er zeker bij. Bedankt voor het kijken. En ik hoop dat ik jullie zie in de volgende video. En later boys. Later.